Sven, 4-0, klinkende overwinning en vooral een grote opluchting, denk ik. Ja, klopt. Er zat toch wel wat druk op deze wedstrijd. Hè. We wisten dat we moesten winnen om door te gaan. Dat was ook een van onze doelstellingen voor het seizoen, overwinteren. En dan is de ontlading wel groot als je deze wedstrijd wint. En een 4-0, dat doet dan extra deugd, hè, zonder twijfel. Ja, klopt. Dat doet zeker deugd. Ik denk ook de eerste helft dat we dan genoeg kans hebben gehad om al voor te staan. Alleen ontbrak ons de efficiëntie weer en dat hebben we al vaak gezien, denk ik, dit seizoen. Maar de tweede helft hebben we best wel onze kansen afgewerkt. Ik denk dat er nog een paar kansen waren, maar ik denk dat we dan wel efficiënt waren. En dan zie je dat we deze ploeg toch kunnen wegduwen. En ik denk dat zij heel weinig of tot niets gecreëerd hebben vandaag. Jijzelf, heel goede wedstrijd, schitterende goal ook. Vertel eens, schrijf die nog eens. Ja, ik wist eigenlijk wel wat ik ging doen voordat ik de bal kreeg van Hongi. Ik wist wel dat die bal perfect ging zijn in de loop. En dan, ik wist eigenlijk gewoon al dat ik dat ging stiften. Dus, ja. Goh, het klinkt simpel, maar het was toch heel mooi gedaan. Richting zondag dan. Ja, dit komt op het ideale moment, hè? Qua vertrouwen, qua boost. Ja, klopt. Hè. Maar dat wisten we ook op voorhand. Hè. Als we hier een goed resultaat neerzetten, dat toch wel een boost ging geven voor ons en voor ons spel ook. Ik denk dat we vandaag ook wel goed hebben gespeeld. Bevrijd, denk ik, gewoon ook. Zonder druk of zo. Dat zag je niet aan de ploeg. Dus ik denk dat we dat moeten meenemen naar de komende weken nog. Er zijn er nog... Nog een paar belangrijke wedstrijden die we nog tot een goed einde willen brengen voor de stop. Goed gedaan, dankjewel. Dankjewel.